Mijn naam is Dirk W. de Jong. Ik ben fotograaf en ik werk al 25 jaar zelfstandig als fotograaf. In die 25 jaar heb ik dit prachtige boek American Blues bij elkaar gefotografeerd. De titel zegt het al, het gaat over blues in Amerika. Van de cowboy blues van Kentucky naar Nashville naar Austin. En dan langs de grens van Mexico naar San Diego. Van Chicago naar Memphis naar Muscle Shoals. Naar Mississippi, New Orleans en Louisiana. In dit boek. Kijk, American Blues. De blues is een vroege interesse geweest. Ik ben daar ooit ingedoken door een reis te boeken naar New Orleans op uitnodiging van een muzikant uit Lafayette, Louisiana, Zachary Richard. Ik heb die uitnodiging aangenomen, ik heb een ticket gekocht, ben naar New Orleans gegaan en daar is het eigenlijk allemaal los gegaan. Het was eigenlijk een logische opvolging van mijn eindexamen tentoonstelling van de Kunstacademie. Daarin had ik een aantal bluesartiesten geportretteerd. En dit is het vervolg. En nu staan we hier 25 jaar later met een mooi boek. De blues is de blues in beeld is de rauwe, ruwe eerlijkheid van de mensen daar geportretteerd in levende lijven in hun natuurlijke habitat. Sprekende gezichten die iets vertellen over het leven wat ze geleefd hebben. The blues is alive en dat zie je. Deze foto van Willie DeVille symboliseert voor mij de blues. Het is Willie samen met twee zwervers in New Orleans. Het is toevallig mijn verjaardag in 1991. Dat was voor mij echt een eye-opener om te zien hoe mooi dit samengaat. Dus deze armoede, deze bohemians. Zit het op een stoepje in New Orleans die gezamenlijk gewoon een hele goede middag hebben. Verbonden door een gitaarspelende man, Willie DeVille. Deze expositie is slechts een klein deel van wat in het boek staat, even aan te geven. Wat er precies hangt is grotendeels uit de periode 1996 tot 2000. Het was voor mij eigenlijk de meest intense periode om daar rond te reizen. Hadden we een prachtig nieuw label in Mississippi, Fat Possum Records. Het was toen een noviteit. R.L. Burnside, Team of Ford, Bob Locke. Ik ben daar toen 10 dagen rondgetrokken. Ik heb al die mannen mogen ontmoeten. Dat was zo gigantisch mooi. En zo verschrikkelijk goed. Ik denk dat dit de essentie is van wat ik wil laten zien. De echtheid van het leven van de blues. In Mississippi. Niet alleen in Mississippi, maar all over de USA. Ik denk dat deze foto's een heel mooi indringend beeld geven van het boek. Ik moest het in vogelvlucht doen hier. Ik denk dat de opzet, de doelstelling hiervoor goed gehaald is.